Doordat Ajax in de eerste ronde was vrijgeloot, is de ploeg op slag kwartfinalist. In die kwartfinale treft het Bayern München. Schilger, die zich veel bij de aanval inschakelt en dat vaak goed doet. Maya mist, van de lijn gehaald. Oh. Cruijff weer voor niks naar een bal toe. Daar is opnieuw Cruijff, dat is goed gedaan en Krol schiet. En het is paal, het is paal. Ruud Krol, hier krijgt u de herhaling te zien. Daar schiet hij. Maya naar de hoek, hij mist hem. U ziet dat. Keizer erbij. Met man en macht verdedigen die Duitsers. Ajax blijft komen, schot van Schielke. En laat hem los en het is een goal. Een goal van... Arie Haan. Een goal van Arie Haan. In de 8e minuut van de tweede helft. Het schot was van Schielke. En het doelpunt is van Arie Haan. Sepp Maier die de harde schuiver losliet. En Arie Haan die de terugspringende bal met grote zorgvuldigheid in de touwen schoot. En daar is Ajax opnieuw. Meteen is het aantal decibels in het stadion met sprongen gestegen. Blankenburg. Voorlopig weggekopt. Muren zit ernaast. Hunnis kan redden. Hofman. Suurbier. En dat kan gevaarlijk worden. 2-2. En daar komt de derde. Hunnis. Oh, daar had hij meer van moeten maken. Tegen het gezicht van Staaij aan die bal. En hij herstelt zich. Schilger. Weggekopt. En een schitterend ingeschoten doelpunt. Magnifiek. Er is er maar één die dat doet bij Ajax. En dat is Gerry Muren. Ongelooflijk hard ingeschoten. In de 23e minuut. Hier hebt u de herhaling. Gerry Muren, nummer 9. Prachtig op de rechtervoet in de 23e minuut. En Ajax staat op 2-0. Zo, en nu begint het er dan toch op te lijken. Dat het morrelen in de marge is afgelopen. En dat Ajax spijkers met koppen heeft geslagen. Keizer. Blankenburg. Suurbier. Voorzet van Blankenburg, weggekopt. Opgevangen door Kraaij. En we hebben een corner. Daar is de corner van Cruijff. Maier eruit en er zit er weer in. Arie Haan. 3-0. In de 25e minuut. Hier is de herhaling. Ingekopt door Arie Haan, vlak onder de lat. En Maier, Sepp Maier, die zwermt daar ergens in de buurt van de penaltystip. Nogmaals, schitterende corner van Johan Cruijff. Boven alles uit, reist daar Arie Haan. En hij komt schitterend in. 3-0, 2 goals in 1 minuut. Keizer. Neeskens, Muren,
En daar is de voorzet. Uitstekend ingekopt, het doelpunt. Ja, Johan Cruijff. Johan Cruijff, 4-0. Hier is de herhaling, een prachtige hoge voorzet. 1 minuut voor tijd, een kopbal naar de uiterste hoek. Johan Cruijff,